DNA-voorzitter Marinus B. kijkt hoopvol naar 2024, ondanks de wereldwijde financiële druk en uitdagingen. Zijn wens is vreedzame oplossingen voor conflicten en een betere levensstandaard voor allen in Suriname. Samenwerking zal ons volgens B. naar nieuwe hoogten brengen. Als volksvertegenwoordigers geloven de DNA-leden in een veerkrachtige samenleving. B. roept op om te streven naar eenheid en diversiteit voor een stralende toekomst in Suriname. De 35-jarige Selena Banarsi, die op 3 januari bij Fort Zeelandia werd neergeschoten door de 26-jarige Vishal Ramsukul, is overleden in het ziekenhuis. Bij opname verkeerde ze in kritieke toestand. De man pleegde na het schietincident zelfmoord en overleed ter plaatse. Banarsi was lerares en laat 2 kinderen achter. Het motief achter dit incident is op dit moment nog onbekend. De derde verdachte in de zaak van de fatale beroving waarbij J.P. op 19 december 2023 om het leven kwam, is op 3 januari gearresteerd door de recherche van Regio West. De aangehouden persoon R.R. wordt beschouwd als een heler omdat zijn minderjarige zoon B.R. een mobiele telefoon had gestolen uit het huis van het slachtoffer en deze aan hem had gegeven. De politie had de jeugdige verdachte B.R. dezelfde nacht van de beroving al opgepakt. R.R. is voorgeleid aan het Openbaar Ministerie en na overleg in hechtenis genomen door de politie.